welkom bij een nieuwe video. En dat rijmt. Mm-hmm. Ik ga weer eens een video met Cas opnemen. En als jullie mijn vlogs volgen, dan heb je al gezien wat we gaan doen. Maar we gaan het toch nog een keertje voor de video zelf uitleggen. Wil je me even rechtop zetten, want dan kan ik hem even goed filmen. Deze heb jij voor je verjaardag gekregen. Mm-hmm. En van wie heb je hem ook weer gekregen? Van mijn oma van mijn moeders kant. Wauw. En ja, zoals jullie weten, word ik hier ook wel heel erg blij van. En ben ik heel blij dat hij hem gekregen heeft, zodat ik de kans heb om hem samen met hem te maken. Zullen we hem gaan uitpakken? Ja. Oké, dan gaan we hem nu uitpakken. Deze. Kan jij even laten zien wat er allemaal in zit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zakjes en een boekje. Een boekje. En ik denk dat er in dat boekje staat hoe je het moet doen. Mm-hmm. Zullen we daar eerst maar eens even naar gaan kijken? Mm-hmm. En ik zie al hele toffe stickertjes die ergens mee te maken hebben. Kijk alsjeblieft uit voor je vingers. Dan hebben we hier een aantal stickers. Die leg ik even apart. En dit is een boekje. Ja, en in dat boekje staat volgens mij, ja, hier stap voor stap welk zakje je moet hebben. En wat je uit die zakjes doen moet. Dus ik denk dat wij straks gewoon zakje 1 openen. Het allemaal gaan versnellen. En dan jullie af en toe even laten zien hoe ver we zijn. Dus dat gaan we nu even doen. Nou, we zijn al een... Ja, laat even zien wat we tot nu toe gemaakt hebben. Dan moeten we even onze gezichten blurren, want anders wordt hij niet scherp. Ja. Wacht, hij focust. We hebben perkamentus. Nee, je moet even je hand voor je mond, voor je gezicht houden. Anders focust hij niet. Hij focust niet, hij focust alleen op mij. We gaan straks wel even laten zien wat we allemaal gemaakt hebben. Maar we zijn al een heel eind. We gaan nu de basilisk maken. En wie zijn pruik is dit nou? Deze van Harry. Harry heeft nu zijn verkleurhoed. Oh, oké. Okay. Hij kan het niet allebei op. Dat is logisch. Het is wel grappig zijn als ze allebei op kan. Even kijken. Deze lijkt me vrij ingewikkeld. Twee van wat te doen. Die. Jij doet het door elkaar, hè? Ja, ik pak gewoon de dingen die ik zie. Dan zie ik bijvoorbeeld daar zo'n ding en dan doe ik dat. Maar heb je er al twee dan? Ja. Oh, je bent zo snel. Ik kan het allemaal niet volgen. Yes. Deze had ik niet. Die had je niet nodig. Dus nu is... Dit is zeg maar het soort van het lijf van het basilisk. Wauw, die is nu klaar. Alleen dan moeten we nog de kop. Mooi. We gaan nu de... Oh, we gaan hem nog verder afmaken, hè? Zo. Waar zijn die lange dingen? Je hebt nu dat hoekje nog nodig. Dat is die. Die heb ik nog nodig. En dan heb ik... Mooi. Waar zit die? Zou dat dit zijn? Ja, En dan die. Die nog nodig. Stickertjes. Ik ben ondertussen even met de maaltijd bezig. Oké. Waarop gaan we stickers plakken? Op deze. Maar dan moet er maar eentje. Oh, dat scheelt. En deze heb je ook nodig.
Ziet ik al. Voordat we de was leeg gaan, zal ik het doen achter. Laat jij even zien hoe die er nu uitziet. Zo uit. En als jullie denken, wat hoor ik op de achtergrond? Er wordt voor ons gekookt aan de tafel. Dat is heel lief. Wij zitten hier gewoon heel riant te wachten tot het klaar is. Oeh, niet begon te vallen. Hé, hey, een pan of zo. Haast wel weg. Ja. Ik denk dat hij in die kleine zakjes zit. Hier zit hier. Ik heb hier zijn haar. Thank you.
Hij is af. Hi. Ja, hoe lang hebben we erover gedaan? Zei je er wel? 3 uur. 3 uur. En we gaan hem nu eventjes goed laten zien. Laten we eerst even de andere kant zien, om het spannend te houden. Dit is de voorkant. Alle poppetjes. En dan hebben we hier zitten Hedwig. En hier kun je dan... Kijk. Even wachten. Hier zou je, als je er aan de andere kant licht in doet, de grote zaal in kunnen kijken. Kijk, hier hebben we... Doe eens focussen. Haast op het hoofd de Henk. Ja, daar heb je hem. Haast op het hoofd de Henk. Nu komt het moment. Even wachten hoor, dan hebben we hier... Hagrid met zijn roze paraplu. Dan hebben we hier, zou je denken, Ginny Wemel. Maar helaas, het is Suzanne Bonkel. Wij vinden dat allebei een beetje stom. Want kijk, ze heeft een Hufflepuff shirt aan. En geen Gryffindor. Dus het is niet Ginny. Maar wij hadden allebei gehoopt dat het wel Ginny zou zijn. Dan is dit de zijkant van het kasteel. En dan krijgen we hier... De binnenkant met Ron. De binnenkant. Oh. Dit is Draco. Oh, wil je haar toverstok nog even terug doen? Ja. Perkamentus. Heel leuk. Professor Krinkel. En moeten we nog even laten zien wat Professor Krinkel ook kan worden? Dit is Ron. Dit is Professor Krinkel met zijn andere hoofd. Voldemort. Zo gaaf. Hadden we Ginny nou al laten zien? Nee, hè? Nee, Ginny? Dat is Hermeline. Hermeline, ja. Sorry. Professor... we hebben hier... Kijk, we hebben hier... Even wachten. Schurfie. Professor Anderling. En natuurlijk de belangrijkste... Harry. Nou, dan gaan we verder. Dan hebben we hier de... Spiegel van... Nergeb. En die kan ook nog veranderen. Ja, Rijm eens om. Kijk, dit is Professor Krinkel met de steen der wijze. Ja. Dit is Ron met de zwerpad trofee. Ja. En dit zijn Harry's ouders. Harry met zijn ouders. Het weerspiegelt heel erg, dus je kan het niet heel goed zien, maar... Heel gaaf. Dit is hem. Nu kan je hem goed zien. Heel tof. We hebben hier de sorteerhoed. En dan een hele kist vol met diamanten zit hierin. Ja. Een spin. Ja, spinnetje even goed laten zien. Dit is het. Spinnetje. Hier zijn alle, is er ook diamanten. En er wordt een toverdrank gebouwd, zo te zien. Ja. En we hebben hier de wenteltrap van Perkamentus. Hoe cool is dat? Die vind ik echt heel gaaf. En we hebben hier nog de kaarsjes. Ja. En de afdelingsvlaggen. Kunnen die ook omgedraaid worden? Dat je ook nog die andere... Ik draai ze nu al even zo om. Ja, dan heb je de andere twee nog. Heel tof. En waar stonden nou die leuke waterspuurtjes? Oh, die waterspuurtjes, die staan. Die andere kan je misschien niet zo goed zien, maar hier staat er eentje. Even kijken. Ja, en ik heb er één over, dus die kan ik even laten Kijk, zien. Kijk, dit is hem. Dat is een klein Lego poppetje. Kijk nou, hoe schattig. En die staan er dan als waterspuurtjes op. Echt heel leuk. Nou, en dit is dan inderdaad de grote zaal, de oppertafel. Zit er ook in. Kan wel even iedereen daar neerzetten. Ook ernaast, gezellig. Wat een krinkel had ik. Daar neergezet. Wat, we hebben de dak boven. Dak kan dus... Kan het open? Ja. Het dak kan zelfs open, jongens. Kan je nagaan.
Tim zit op de achtergrond Peppa te kijken, hoor jullie het? Dat is zo'n punt hier. En dan heb ik net heb ik hazend op de hek. Waar had je die gezet? In de lamp. Oh, wat gaaf. Dat hier is een goed idee. Opgehangen. Vind ik een heel leuk idee. Dan hangt die daar. Wat goed. Echt heel leuk, Cas. En dan Scurvy zetten we misschien eventjes. Even daar. Die is weggelopen bij Ron. Heel gaaf. En nu nog even de basilisk laten zien. Dit is de basilisk uit deel 2. Ik weet niet of je de Harry Potter films hebt gezien. Die hebben we ook nog gemaakt. En niet zo dichtbij, want dan gaat hij hem niet scherp kunnen stellen. Nu zo neerzetten. Ja, heel tof. Nou, heel gaaf. Echt mooi geworden. Nou, zullen we even zo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij vonden het in ieder geval heel leuk om te maken. En dat gaan we nog wel een keer doen misschien. Ja. Dus bedankt voor het kijken. Doei doei. Doei.